En Gods liefde en ethiek is natuurlijk een onderwerp. Ik leg zo het woord ethiek uit hoor. Ik kan me voorstellen als je het woord ethiek hoort dat je denkt van, oh, geen idee waar die man het over heeft. Ik ga het zo even uitleggen. Gods liefde en ethiek. Nou, Gods liefde, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. Daar moeten we het ook heel vaak over hebben. Gods liefde is iets, daar spreken we graag over. En Jezus liefde. En dus ook, zeg maar, als ik met deze thema's bezig ga, dan denk ik altijd van, goed, hè, als ik dan dit iets wil gaan vertellen, hoe kan ik nou Gods liefde, Jezus liefde, kenbaar maken door zo'n preek? Ja, de Gods liefde en ethiek zal ook een klein beetje een studiepreek worden. Heel klein beetje. Ik kan dat altijd niet helemaal voorkomen. En nou ja, Gods liefde moet er wel doorheen schijnen. Aan het eind moet je zeggen, ja, ik heb Gods liefde ervaren. Ja, Gods liefde is agape. Gods liefde is liefde die hij geeft en hij vraagt er niets voor terug. Dat is agape, liefde. En dan heb je daar ethiek. Nou, ethiek, dat zijn, zeg maar, de moeilijke onderwerpen van het leven. De dingen waar je over van gedachten kan verschillen. En dat zijn van die thema's, daar durven niet heel veel sprekers hun vingers aan te branden. Dan moet je naar de grens waar de wet de genade ontmoet. En nou ja, dat is, op een gegeven moment kom je dan bij elkaar en het ethiek is dan, dat is een beetje het raakvlak van, goed, hè, waar houdt de wet op en waar begint de genade? En dat ligt niet voor iedereen helemaal gelijk. Nou ja, dan is het even goed om even te kijken, wat is nou precies ethiek? Nou, dat is een hele moeilijke opsomming. Ik ga het straks nog even wat beter uitleggen. Maar het staat opgenoemd, ethiek is de wetenschappelijke of systematische studie van de moraal. Nou, wat moraal goed is, dat is wat je, als je iets ziet en het voelt niet goed, dan is dat moraal niet goed. Anders gezegd, ethiek is kritisch nadenken over wat moreel goed is om te doen. Ja, van oudsher wordt de ethiek gezien als onderdeel van de filosofie. Ethiek en moraal worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn twee verschillende zaken. Want ethiek bestudeert de moraal. Nou, misschien zegt hij van, nou, ik ben niks mee opgeschoten, het was een mooi verhaal, maar ik snap er nog steeds niks van. Nou, ren nog niet weg, hè. Het wordt geen studie filosofie. Maar het is wel goed om ook te snappen waarom er niet zo vaak over ethische onderwerpen wordt gesproken. Ja, want je kijkt naar iets en je besluit dan, vanuit iets, of iets goed of fout is. En dat weet je natuurlijk doordat er regels zijn. Je weet pas of iets goed of fout is als je regels hebt. En bijvoorbeeld de regel is, je mag niet door rood rijden. Dat is, nou, dat is een regel die iedereen, dus het is moreel goed om te wachten voor rood. Maar er zit ook een stukje menselijk verstand bij. Als je midden op de prairie rijdt, midden in gebied waar helemaal geen bomen zijn, je hebt alle overzicht en je komt op een kruispunt waar eigenlijk geen stoplichten zouden moeten staan, maar het zal wel een keer druk zijn. En het stoplicht staat op rood en er is helemaal niemand. En er staat geen flitspaal bij. Ik weet niet of je hem aanvoelt. Dan denk je van, ja, je kunt dus, nou, je hebt altijd mensen die zeggen, ja, ik ga wachten. Maar dan, de morele kant is dan van, ga je wachten of niet? Je voelt hem een beetje aan. Ik doe er uiteraard geen uitspraak over. Nou ja, ik denk niet dat je verbaasd bent als ik zeg welke regels wij in de kerk gebruiken om te toetsen of iets moreel goed is. Ja, dat doen we aan de hand van de Bijbel. Nou, dat maakt ethiek dus heel makkelijk. Je ziet iets, je pakt de Bijbel erbij, je zoekt het desbetreffende vers erop, wat erop slaat. En je zegt, kijk, hier staat dat. Nou, klopt niet. Of klopt wel. Nou, misschien heb je al een beetje het gevoel van, ja, als het zo makkelijk was, dan het zit toch wel iets ingewikkelder. Ja, dat gevoel zou je nu waarschijnlijk krijgen. Je kunt er misschien niet helemaal je vinger op leggen, maar je voelt wel, ja, dat klopt niet helemaal. Nou, en dat klopt ook, want wat ik net schetste, dat is de wet. De wet die zegt of iets goed of fout is. En als wij onze vinger erbij leggen, dan zien we van, oké, dat is goed of fout. En de wet bindt, zeggen wij, en genade zijn vrij, maakt vrij en wij zijn vrij. Nou, even wat ethische onderwerpen, om even, wat bedoel je nou precies? Je praat een beetje in het luchtledige, wat zijn nou ethische onderwerpen? Nou, in Amerika heb je bijvoorbeeld echt twee bewegingen, de pro-life en het zelfbeslissingsrecht. Dus de abortus of geen abortus, je begraven of cremeren, hetero of homofiele relaties, 7 dagen werken
of een rustdag nemen, onreis, onrein of aan de afgoden geofferd vlees eten, vlees met bloed eten, vliegen of milieuvriendelijk op vakantie gaan. Het zijn allemaal dingen waar je over kunt nadenken, waar je teksten over kunt vinden in de Bijbel. Als je teksten gaat zoeken die je gelijk die jou gelijk willen geven, dan kun je ze waarschijnlijk vinden, want zo kun je de Bijbel gebruiken. Nou, het zijn dus de onderwerpen waar, ja, het ligt wat gevoelig. Als je zo gaat zeggen van, oké, dat zit zo. Dan kom je op een gegeven moment op het punt van, goed, hè, waar is het nou wet? Waar houdt de wet op? En waar begint de genade? Nou, als je gaat kijken naar ethische onderwerpen, dan kun je ze op drie manieren aanvliegen. Ik heb even drie methodes opgezocht. Je hebt de zwart-witte methode. Ik heb er een heel mooi plaatje bij. Dat je ons zeker gaat laten zien. De zwart-witte methode, dat is de methode van, goed, hè, dit staat in de Bijbel. Zo is het. En het is ook heel vaak zo dat dit vingertje, hè, dat hij op een gegeven moment ook zo gaat doen. Ja, dat is de zwart-witte methode voor ethische onderwerpen. Nou, dan heb je nog de analyserende methode. De analyserende methode, dat is veel uitgebreider. En dan ga je kijken, goed, hè, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Wat is het onderwerp waar we het over hebben? Dan ga je het beschrijven, je gaat kijken van, goed, wat is de vraagstelling, hoe komen we bij het antwoord? Nou, dit is een beetje meer filosofisch. Je gaat analyseren, kijken wat is er aan de hand. Afwegingen maken. Goed, wat staat er in de Bijbel? Dat staat daar, dat staat daar. Is dat zwaarder in de context zien? Uiteindelijk ga je dan een besluit erover nemen, of je komt met elkaar tot een besluit. En dan evalueren, dat doen we eigenlijk nooit. Dat is dan ga je kijken van, goed, wat achteraf ga je dan even terugkijken. Oké, we hebben nu dit besluit genomen. Beval dat? Of ja, hoe we. Nou ja, en soms moet je dan beslissen om iets terug te draaien, omdat het nog niet werkt. En dan heb je nog de derde route. Nou, die is wat moeilijk vanaf het podium. Maar dat is wel eigenlijk de beste route. Dat is eigenlijk die van het overzicht. Dat je zegt, goed, ik wil eigenlijk alles overzien. Ik heb de Bijbel, ik heb Gods liefde. En nou, eigenlijk, je kunt daarbij zeggen van, goed, het hele Oude Testament had natuurlijk allemaal regels. Hè? Als je bijvoorbeeld het boek Leviticus, Numeri, Deuteronomium gaat pakken en je gaat dat lezen, dan zul je een scala aan regels vinden. Een scala aan regels van allerlei dingen waar je aan moet houden. En dan op een gegeven moment, dan komt Jezus en dan vragen mensen ook van, goed, hoe moet ik nou de Vader leren kennen? Ja, ik weet niet precies hoe de Vader dan moet zien door al die regels heen. En dan zegt hij, je moet gewoon naar mij kijken. En je zegt, als je mij ziet, als je de werken die ik doe, als je ziet wat ik doe, dat zie je de Vader doen. Nou, en eigenlijk is het dus de route van het armbandje. What would Jesus do? Staat er dan vaak op. Hè? De kijken van, wat gebeurt er? Dus de eerste methode, die kost veel minder tijd. Je gaat gewoon kijken, wat is er aan de hand? Ik pak een Bijbeltekst. Ik zeg, daar staat dat heel duidelijk. Dus dat is zo. En dan ga je mensen daarop wijzen. Zeg je van, dit is de methode zoals wij het doen. Een preek, die leent zich iets minder voor de tweede en de derde methode. Dat is meer studies. Dan zou je eigenlijk moeten gaan kijken, als je dat wil analyseren, dat tweede plaatje wat ik liet zien. Als je dat helemaal wil, als je een onderwerp gaat pakken, je gaat helemaal uitpluizen, wat is er allemaal mee aan de hand? Ja, dan heb je gewoon niet genoeg aan 20 minuten. En nou ja, als je langer dan 20 minuten praat, dan op een gegeven moment zit je toch op je telefoon of andere dingen te doen. Je aandacht, je spanningsboog, die houdt niet zo heel erg lang de aandacht vast. Dus daarom hoor je vaak vanaf het podium de eerste variant. En daar zit dan natuurlijk wel heel veel onder. Er is heel veel studie nagedaan. En de eerste methode die gaat ook vaak uit van de spreker. Een spreker die leeft ook in een bepaalde tijd. We leven in 2024. We komen uit een andere tijd. We leven in een bepaald land. De Nederlandse moraal, wat wij hier normaal vinden, kan anders zijn dan wat ze in India normaal vinden. Je komt uit een bepaald gezin waarin je bent opgegroeid, waarin je bepaalde waardes hebt meegekregen. Je hebt zelf een bepaalde leeftijd, een bepaald godsbeeld. En zo zie je dat. Tijd is ook erg belangrijk. Er is een tijd geweest waarin vrouwen bijvoorbeeld niet mochten werken. Als ze gingen trouwen, dan moesten ze hun baan opgeven. Dat was toen moreel goed.
Mensen, vrouwen mochten niet stemmen, vrouwen mochten in de kerk niks vertellen. En er waren allemaal bijbelgedeeltes bijgezocht in die tijd. We zitten in een andere tijd. We hebben op een gegeven moment naar andere bijbelteksten leren kijken. Bijvoorbeeld voetbal. Ik ben opgegroeid in Noord-Holland. In een dorp waarin, ik dacht toen dat er niemand geloofde. Maar dat kwam omdat ik in een vrij afgeschermde kerkgemeenschap zat. Er waren wel meer gelovigen, maar wij speelden in de buurt, wij voetbalden lekker. En toen verhuisden we naar Zuidwolde, hier in Groningen. En daar gingen we voetballen op zondag. Maar dat was in die tijd nog helemaal niet normaal. Dus er was die van Meems, die allemaal niet op zondag doen. Dus dan, je merkt al, van ook per gebied is dat dan weer verschillend. We zitten in een Calvinistische tijd. Wij komen vanuit de reformatie, Luther en Calvijn, de solen. Alleen de Bijbel, alleen het geloof. Uit die traditie komen wij. En in India hebben ze dat helemaal niet. En toch hebben we dezelfde Bijbel. In India hebben ze ook iets anders vertaald. Ik kan daar niet lezen. Maar het is wel dezelfde Bijbel. De spreker die zal natuurlijk uiteraard ook uitgaan van de Bijbel. En die is universeel. Gods woord verandert niet. Maar de interpretatie verandert dus soms wel. En het is dan de kunst om daar goed mee om te gaan. Hoe ga je daarmee om? Hè? Het opgeheven vingertje, die werkt vaak averechts. De tweede methode, die vliegt er dus veel meer analyserend aan. Die gaat dan meer in een casus, zeggen we dan. In het Amerikaans een case. Je hebt iets, daar ga je dan naar kijken. En dan ga je daar morele vragen aan stellen. Achtergronden analyseren, de mensen erbij betrekken. Vragen aanstellen, waarom doe je dat? Als je bepaalde afwegingen hebt gemaakt. En daarna, als je dat allemaal hebt gedaan, van al die verschillende invalshoeken naar iets hebt gekeken, dan maak je een besluit. En dan zeg je, zo gaan we doen. Maar soms maak je ook geen besluit. Dan zeg je, misschien is het goed om dit nog een tijdje bij God te leggen, of je legt het besluit neer. En wat daarbij heel belangrijk is ook, hoe ik het zelf heb geleerd, dat jij niet het besluit voor andere mensen maakt. Als iemand al een besluit genomen heeft en zegt van goed, ik heb dit besluit genomen, dan is dat zijn besluit. En dan moet je altijd de vraag stellen, is het aan mij om het besluit voor hem te gaan nemen? Tenzij dat natuurlijk van die persoon wordt gevraagd. Maar dat heeft ook met ethiek te maken. Ook met pastoraat, van goed, hoe ga je met verschillende onderwerpen om? Ik kom straks ook wel iets specifieker bij een onderwerp hoor. Als je denkt van goed, waar gaat dit? Het is nog redelijk algemeen. En de derde methode is dan zeg maar dat hele grote overzicht. En dan heb je dus de ervaring die je hebt, de kennis van Gods woord. En dan ga je echt op zoek naar het grote geheel. Hoe staat het dan? Hoe staat het dan vanaf Genesis? Dat God de aarde schiep tot Openbaringen. Dat God terugkomt, die tijd ertussen, de wetten die zijn gegeven, de ontwikkeling daarin, het vooruitzien naar Jezus, Jezus terugkomst of Jezus komst op aarde, Jezus sterven en opstanding, in dat hele grote verhaal, in Gods liefde. En dan kom je inderdaad van goed, hoe zou Jezus hiermee omgaan? Of als we dat niet precies weten, hoe komen we daar nou zo dicht mogelijk bij? Dat we zien van wat zou Jezus in dit geval doen? Ik wil met jullie dan even naar een praktisch voorbeeld kijken uit de Bijbel. Dus ook naar Johannes 8, vers 1 tot 11. Dat wil ik met jullie lezen. Daar staat, Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Dus die was vreemd gegaan. Die was met een andere man gegaan. En toen ze haar in het midden van de mensen hadden gebracht, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. En dan, wat zegt u? Je merkt wel, dit is een beetje een vraag om Jezus uit de tent te lokken. En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Ze hoopten dus dat hij iets zou zeggen wat tegen de wet inging. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hem: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. En toen ze dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. De ouderen zijn altijd iets slimmer, dus die gaan dan als eerste weg. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond, En Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, was alleen achtergebleven met de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Eigenlijk is dat best wel raar, hè? Want de wet is hier heel duidelijk. Als je gewoon in de Bijbel leest, je pakt de Bijbel erbij en je pakt Leviticus 20 vers 10. Daar staat: een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden. De overspeler en de overspeelster. Dat is dan toch raar. De Bijbel schrijft gewoon heel duidelijk voor wat er moet gebeuren. Ze hadden Jezus dus helemaal niet hoeven vragen. En Jezus komt toch tot een andere conclusie. Hoe zit dat nou precies dan? Nou, als je de tekst goed leest, Johannes 8 vers 1 tot 11, er staat dan op een gegeven moment ook, hè, dat de, even kijken, de schriftgeleerden en de farizeeërs, die brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Dus je ziet eigenlijk van de leiding van die tijd, die bracht een vrouw en die zeiden: zij is op overspel betrapt. Nou, dat is natuurlijk een aanklacht die daar is. En het was zo in die tijd, als je bijvoorbeeld, ik zal het nu niet helemaal lezen, maar Deuteronomium 17, als je dat op wil schrijven, na wil lezen, zo, Deuteronomium 17, daar staat in hoe dat nou zit met als iemand ter dood moet worden gebracht. En er staat van: dat mag niet zomaar. Dat moet op basis van 2 of 3 getuigen. Dat moet wel even vaststaan. Het kan niet zo zijn dat iemand roept van: ja, die heeft dat gedaan. Nou ja, laten we die dan maar een kopje kleiner maken. Zo'n beetje... een beetje raar zijn als dat zo ging. En dus de doodstraf, dat is niet iets wat je zomaar even uitvoert. Op basis van 2 of 3 getuigen. En daarbij staat ook nog in Deuteronomium. Het is ook nog eens zo dat degene die haar op overspel heeft betrapt, die moeten de eerste steen gooien. En dan zie je dat Jezus maakt daar op een gegeven moment een bruggetje. De farizeeën en schriftgeleerden brachten dus, die hadden dus gehoord, of die brachten dus die vrouw, die zetten ze daar neer en zeggen: zij heeft dat gedaan. En Jezus had dus eigenlijk volgens Deuteronomium moeten zeggen van: nou, willen dan de mensen die haar hebben betrapt nu naar voren treden en de eerste steen gooien? Maar dat zegt hij niet. Hij maakt een koppelingetje naar de liefde. Hij zegt naar je eigen hart. En dan zegt hij van: wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Nou, dat was revolutionair voor die tijd. En dan zie je dus ook, dan wordt het even stil. Kan ik wel voorstellen. En dan staat er: toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. Dus die woorden die Jezus sprak, die maakte indruk. Je denkt: hé, wat gebeurt hier precies? Wat wil hij ons zeggen? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hier kom je bij de liefde en ook bij je eigen hart. Ja, hoe zit het eigenlijk met mijn eigen hart? En dan zie je dat de mensen die druipen af. En dan zie je dat Jezus, die veroordeelt haar ook niet. En dan zullen altijd mensen roepen: ja, maar er staat heel duidelijk, ga heen en zondag niet meer. En dan zullen altijd mensen daar dan de nadruk op willen leggen. Nee, maar Jezus zegt tegen haar: ook ik veroordeel hem niet. Kijk, de zonde die ze daar overspel, dat heeft alles te maken met liefde naar elkaar, met zuiverheid. En daar is de Bijbel heel duidelijk over. En Jezus wijst daar ook op. En dus wat er in de Bijbel staat, dat moet ook zeker gesproken worden. Dus methode 1, ethiek, die zegt wat hier moreel goed is. Wat hier moreel goed is, is dat er gestenigd moet worden. Ook de man trouwens, dat kwam alleen met de vrouw aan. De man moest net zo goed gestenigd worden. En methode 2, ethiek,
Dan rechtvaardigt Jezus vraag, wat is nou eigenlijk zonde? Wie heeft hem betrapt? Wat is de context? Wat is er allemaal gebeurd? En dan methode 3, daarin zegt Jezus van, nou, kijk nu eens naar mij hoe ik het doe. Wat is Gods hart? Wat is Gods hart hier? En dan geeft hij de mens een tweede kans. En hoeveel kansen geven wij eigenlijk aan mensen die iets doen? Ik wil dat nu eigenlijk met een ethisch vraagstuk even iets dichterbij halen. En ethische vraagstukken, ja, die kunnen best wel gevoelig liggen. Die moet je kunt niet vanaf een podium even gaan zeggen van, dat kan wel, maar laat ik zo zeggen, ik kan het niet. Zo van, nou, dit en dit staat er, dus dat gaan we zo doen. Ethische vraagstukken, daar zit altijd een heleboel aan vast. En een vraagstuk, die heb ik eigenlijk al best wel lang op mijn hart om daar iets over te zeggen. Om er nou een complete preek over te houden, vind ik vrij... dan moet je er heel veel over vertellen, maar ik denk dat het nu heel goed past. Is het vraagstuk van begraven of cremeren. En begraven of cremeren, daar hebben we allemaal mee te maken. We zitten allemaal, of je nou jong of oud bent, we hebben allemaal wel met begraven of cremeren te maken gehad. En als je dat nog niet hebt gehad, dan krijg je dat zeker. Want de kringloop van het leven is dat we worden geboren en dat we helaas ook sterven. De blijdschap en verdriet gaan altijd hand in hand. De kringloop van het leven. En ethisch kun je dan merken dat er verschillend over wordt gedacht. En methode 1 die zal enkel uitgaan van wat er in de Bijbel staat. En daarbij moet er gelijk worden gezegd, er staat geen verbod op cremeren. Maar er staat in de Bijbel, wordt begraven als de Bijbelse normen gehanteerd. Het is de enige gangbare vorm die in de Bijbel wordt genoemd. Dus de Joden en de Christenen die cremeren. En Jezus zelf, die werd ook begraven. Die werd begraven. En als we Jezus willen volgen, dan moeten we zijn weggaan. Christus is begraven en opgestaan, de eerstgeborene uit de doden. En als je dan een Bijbeltekst erbij wil verzoeken, dan staat die in Johannes 12, vers 23 tot 26. Er staat ook nog, maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. En als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. En methode 1 die zegt dat een gelovige zich niet moet laten cremeren. Zo methode 1 zeggen. Begraven symboliseert voor veel gelovigen de hoop op de opstanding van het leven. De overlevende ligt als zaad in de grond te wachten om te ontkiemen. Tot de dag dat de graven opengaan. En cremeren heeft meer het beeld van de vernietiging en wordt door christenen vaak gezien als een heidens gebruik. Ja, maar methode 2 die zal veel gevoeliger met deze vraagstelling omgaan. Die zal de vraag ook gaan stellen als mensen voor cremeren zouden kiezen van... Waarom zou je daarvoor kiezen? Heeft dat een bepaalde betekenis? Of is dat een wens van iemand? Wetende dat er ook geen gebod is om dit tegen cremeren. En als er geen gebod is, dan is er ook geen veroordeling. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we ons van het oordeel weghouden. En er is ook de wetenschap dat er mensen op 7 ongelukken of bij een brand omkomen. Als we alleen maar wijzen op hoe het in de Bijbel staat, dat je per se in de grond moet worden gelegd om zeg maar zo uit de grond weer op te komen. Waar is dan de liefde? We moeten juist om de mensen heen gaan staan. Niet met het opgeheven vingertje van de Bijbelkenner van zo en zo staat het in de Bijbel. Dus zo moeten we het doen. Maar die arm om de schouder. Methode 3, die zal daar een combi van gaan maken. What would Jesus do? En dat is natuurlijk nu... met dit onderwerp wat lastig, omdat al hier alleen maar begraven in de Bijbel staat. Maar wij kennen meer varianten.
Toch kun je in het grote verhaal wel beginnen met God die de mens uit de aarde vormde. En God wilde relatie en vanuit die wens creëerde hij de mens. En vanuit, ja, wij creëerden met onze keuzes andere, ja, we keerden ons van hem af. Hij wilde relatie, wij kozen voor individualisme. En als je dan vraagt van Marcel, wat zou jij doen? Dan zou mijn antwoord zijn, het gaat hier niet zozeer over wat mijn keuze voor andere mensen zijn. Mensen moeten zelf hun eigen keuzes maken. Het is heel belangrijk dat je niet jouw wet op andere mensen legt. Maar als je ze vraagt waar ik zelf voor zou kiezen, als mijn tijd is aangebroken, en dan zou ik graag na mijn sterven getuige willen zijn. En dan vind ik dat verhaal heel mooi, dat je in de grond wordt gelegd, in het teken van die graankorrel, dat je zegt van goed, ik wil graag daar neer worden gelegd, op de jongste dag zal ik opstaan. Dat je ziet dat zaadjes worden in de grond gelegd, sterven eraf en er komen nieuwe planten uit. Als je aardappelboer bent of zo, dan weet je precies hoe dat werkt. En wij moeten sterven, maar we gaan weer opstaan. De dood is overwonnen. Laat Jezus voorbeeld op ons netvlies gebrand. Als we gaan kijken naar ethische vraagstukken, wat willen we doen? Als mensen aan jou vragen, van goed, wat moet ik hierbij doen? Wees dan niet dat opgeheven vingertje, maar wees de vinger die op de grond schrijft. En zeg van, wat zou Jezus doen? En ik denk als je zo naar mensen toe gaat en een arm op hun schouders legt, dan denk ik dat is wat Jezus zou doen. Amen. Ja, dat wil ik ook nog met jullie in gebed brengen. Je Vader, uw liefde verkondigen we hier. Uw liefde, Vader. En als we denken over ethische thema's, als we denken over de wet en over de geboden en over hoe wij oordelend soms klaarstaan, Vader, dan bieden we ons hart ook weer bij u aan, Vader, want u bent liefde. We hebben het net gezongen, Vader, u bent goed. U bent liefde. Vader, we willen al meer op u lijken. We willen zijn als Jezus, die niet zegt van werp de eerste steen, maar zegt, wie heeft u veroordeeld? Vader, laat ons die vinger zijn die in de grond schrijft. Laat ons een keer, voordat we spreken, misschien even naar onze voeten kijken. Even naar ons eigen hart. En Vader, als we zo in liefde naar elkaar om gaan zien, als we niet dat opgeheven vingertje zijn, maar die arm om de schouder, Vader, dan gaan we al meer op u lijken. Als er mensen hier in de gemeente gaan komen, Vader, die uit hele andere omstandigheden komen, uit hele andere gezinnen, met hele andere dingen bezig zijn geweest dan misschien waar wij mee bezig zijn geweest, Vader. Laat ons dan niet het opgeheven vingertje zijn. Maar laat ons de vinger zijn die in de grond schrijft. Vader, de arm om de schouder. Vader, we bieden onszelf zo aan u aan. Vader, onderzoekt u ons hart. Vader, niet veroordelend, dat we niet onszelf veroordelen omdat we misschien het vingertje zijn geweest. Maar Vader, voor liefde. Omdat we die vinger willen zijn die in de grond schrijft. Maar dat we al meer op u mogen lijken. En vormt u zo ons hart, Vader, dat de genade al meer de overhand krijgt. Dat we een genadige gemeente zijn die Jezus verkondigt tot de jongste dag, Vader. Zo bieden we onszelf aan en zo verheerlijken wij uw naam. In Jezus' naam. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.